We openen de herschrift bij het Nieuwe Testament, het boek van de Handelingen, hoofdstuk 19, waarvan we lezen de versen 8 tot en met 23. Handelingen 19, de versen 8 tot en met 23. Misschien goed even de context neer te zetten. In het vorige hoofdstuk is Paulus voor het eerst aangekomen in Efeze vanuit Korinthe. Heeft hij dus over de zee, is hij daar naartoe gevaren, naar Azië. Aquila en Priscilla zijn met hem meegegaan, die in Korinthe arbeiden. En hij heeft daar gepreekt in de synagoge en ze baden hem, alsjeblieft wil ons er meer van vertellen. Paulus zegt, ik kan niet, ik moet naar Jeruzalem. Maar als God het geeft, kom ik zo spoedig mogelijk terug. Nou, dat gebeurt dan in hoofdstuk 19. En dan lezen we in vers 8 dat hij 3 maanden mag preken in de synagoge. Dat is een hele tijd. 3 maanden. In Thessalonica was het maar 3 weken. En toen was fort, daar is de deur. In Efeze 3 maanden. Dan begint vanuit de leiding van de Joden, begint er verzet te komen. En dan gaat Paulus niet bij de pakken neerzitten. Dan gaat Paulus een school huren. Een auditorium waar een filosoof les geeft. Tyrannus genaamd. Alleen vanwege de siesta, u bent misschien in Zuid-Europa geweest, dan hebt u dat op het netvlies. Vanwege de siesta is dat gebouw van 11 tot 4 smiddags dicht. Nou, dan huurt Paulus de school. 'S Morgens maakt hij tenten. 'S Middags spreekt hij iedere dag, staat er, iedere dag 2 jaar lang van 11 tot 4. Geeft hij onderwijs in de schrift. Hij kan dus bij het afscheid zeggen, ik heb u onderwezen, heel de raad van God. Alles is aan de orde geweest. En dan gaat de Heer dat bevestigen. Want Efeze is een occulte stad met veel heidendom. En dan gaat de Heer ineens grote wonderen doen door de handen van Paulus. Niet Paulus doet dat. De Heer komt over hem en hij doet allerlei wonderen. En dan gebeurt er iets waarvan je bang bent, nou gaat de zaak kapot. Er zijn 7 Joden, die geloven niet in de Heer Jezus, zonen van Skefa, die behoort tot de hoge priesterlijke familie. En die zeggen, nou dat werkt erg goed wat Paulus zegt, die naam van Jezus. En dan gaan zij duivelen uitwerpen in de naam van Jezus die door Paulus gepreekt wordt. Nou, dat wordt een afgang. De boze geesten over wie ze dat zeggen. Je ziet die keurige, godsdienstige mensen rond dat bed staan. En die boosdetten. De demon in die man wordt woest. En zegt, Jezus ken ik. Daar beeft hij voor. Paulus weet ik. Maar wie zijn jullie eigenlijk? En hij vliegt overeind. Hij laat die man overeind vliegen. En die overweldigt die vrome mannen, trekt de kleren van hun lijf en naakt vliegen ze de straat op. Dan zou je bang zijn, nou gaat de boel kapot. De naam van Jezus is te schande gemaakt. Nee. Wat gebeurt er? Niemand lacht erom. Normaal zou de wereld in een deuk liggen van die vrome mannen als strippers de straat op. Niemand lacht. Er komt een vreze van God over Joden en heidenen, die Jezus de Heer werkt zo mee dat iedereen ervaart, met die Jezus kun je niet spotten. En dan wordt het tegendeel uitgewerkt. Ze geloven en komen tot bekering. En die bekering wordt concreet, want de een naar de ander gaat naar huis en komt terug vol heidendom en ook occultisme. Ze komen terug met de toverboeken. Werpen die op een hoop. Ze gaan niet naar Marktplaats. Ze gaan ook niet naar een tweedehands boekenbeurs. Wat slecht is voor mij, slecht voor een ander. Ze worden allemaal in de fik gestoken. En dan geloof en bekering. En dat geldt ook voor Putten. En het woord van de Heere nam de overhand. En dan zijn we bij de tekst van vanmorgen. We lezen dus Handelingen 19, vers 8 tot en met 23. En Paulus ging de synagoge in en sprak vrijmoedig 3 maanden lang.
met een handelende en een aanradende de zaken van het koninkrijk van God. Als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaad sprekende van de weg des Heren voor de menigte. Dat gaat gebeuren als je niet buigt voor het woord, dan ga je ongenoeg aan anderen vertellen. Week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende, onderwijsgevende in de school van een zekere tyrannus. En dit gebeurde 2 jaren lang. Alzo dat allen die in Azië woonden, het woord van de Heer Jezus hoorden. Beiden Joden en Grieken. En God deed ongewone, buitengewone krachten door de handen van Paulus. Alzo ook dat van zijn lijf op de zieken gedragen werden, de zweetdoeken of gordeldoeken. En dat de ziekte van hen week en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommige van de omzwervende Joden, zijn de duivelbezweerders, exorcisten, hebben zich onderwonden, hebben het aangedurfd om de naam van de Heer Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden. Zeggen we, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skefa, een Joodse overpriester, behoorde tot de hoge priesterlijke familie, die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zei, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar wie zijn jullie? En de mens in wie de boze geest was, sprong op en hen meester geworden zijnde, curios over hem geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat ze naakt en gewond uit het huis vluchten. En dit werd alle bekend bij de Joden en Grieken die te Efesus woonden. En er viel een vrees over hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van degenen die geloofden kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Vele ook van degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid. En berekenden de waarde ervan en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord van de Heere met macht en nam de overhand. En dan de tekst voor vanmorgen, vers 21 tot en met 23. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest Macedonië en Achaïe doorgegaan hebbende naar Jeruzalem te reizen, zeggende, nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. En als hij naar Macedonië gezonden had, 2 van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een lange tijd in Azië. Maar op diezelfde dag ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen. Lucas, afhandelingen 19, vers 21 tot 23. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest, als hij Macedonië en Achaïe doorgegaan zou zijn, naar Jeruzalem te reizen. Zeggende, nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. En als hij naar Macedonië gezonden had, 2 van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar op diezelfde dag ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. De Heere doet in de geest, en dan met een hoofdletter, de apostel van de heidenen verder gaan. 2 gedachten in deze tekst. Ten eerste, hij laat Paulus zakelijk geestelijk en geestelijk zakelijk een conclusie trekken, een beslissing nemen. Vers 21. En dan in de tweede plaats, hij laat Paulus 2 van zijn dienaren vooruitzenden. Vers 22 en 23. Dus de Heer doet in de geest de apostel
van de heidenen verder gaan. Ten eerste, hij laat Paulus zakelijk geestelijk een conclusie trekken, vers 21. En in de tweede plaats, hij laat Paulus twee van zijn dienaren vooruitzenden, vers 22 en 23. Dus de eerste gedachte, de Heere laat Paulus zakelijk geestelijk een conclusie trekken. Gemeente, jonge vrienden, onze tekst volgt op vers 20, waar de Geest vertelt dat het woord van de Heere met kracht toeneemt en steeds sterker wordt in die heidense omgeving. Deze tijd in Efeze kan worden samengevat als een tijd van krachtige woordverkondiging, waarbij de Heere te midden van het occultisme en heidendom de waarheid van zijn woord bevestigt door tekenen te doen door de handen van Paulus. En dan volgt de imitatie van die zeven zonen van Skeva uit de hoge priesterlijke familie. Zij zien de wonderen en denken, dat is een formule die goed werkt, dat zullen we ook eens proberen. Maar het slot van het liedje is dat zij in hun naaktheid de straat oprennen. En ik zei het net al, we zouden verwachten dat bij deze verschijning van de eerste strippers alle heidenen in een deuk zou liggen. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. De vrees van de Heere valt op hen allen. Ze trekken alle conclusie. Wat een machtige naam heeft Jezus. Hij laat niet met zich spotten. Wat een machtige uitwerking. Velen komen tot geloof. En niet alleen in Efeze. De uitstraling is in heel de provincie Azië. En nu volgen de versen 21 en 22. Dat lijken twee versen te zijn. Ja, wat zakelijke mededelingen, niet zozeer een preektekst. Maar toch, de impact als we luisteren is veel groter. Want wat doen die versen? Die versen 21 en 22... Daar valt de naam Rome. En Paulus laat even zijn agenda zien. Daar moet ik ook nog heen. Er gebeurt hier onder de inspiratie van de Heilige Geest iets wonderlijks. Lucas verplaatst de blik, richten en focus naar Rome. En bereiden zonder dat iemand dat zich hiervan bewust is als we dit lezen, voor op de hoofdstukken 21 tot en met 28 de gevangenschap van Paulus omwille van het evangelie en op weg gebracht naar Rome. Paulus gaat naar Rome. Maar als een gevangene, een geboeide van Jezus Christus. Dat zal Lucas in het volgende deel van de handelingen nauwkeurig beschrijven. En hij richt zich daar nu al op. We zouden zeggen, dat is typisch een trekje van Lucas. Dat was ook in zijn evangelie, dat hij in hoofdstuk 9, vers 51 schrijft, dat toen de dagen van zijn opneming, ineens die hemelvaart, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, Jezus zich naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Dan staat de rest van het evangelie van Lucas allemaal in teken van het kruis en de opstand. Rome. Paulus wil naar Rome. Dat gaat inderdaad gebeuren. Maar anders dan hij op dit ogenblik vermoedt. En dat zal Lucas beschrijven. We keren terug naar de tekst.
Paulus heeft een bijzondere tijd achter de rug. Waarbij hij gedurende 2 jaar en 3 maanden met grote zegen het evangelie heeft mogen verkondigen. En er is ook veel gebeurd. Dat kunnen we reconstrueren uit enkele brieven van Paulus aan Korinthe. Daar maken we uit op dat toen Paulus in Efeze was, er in de gemeente van Korinthe spanningen ontstonden en dat sommigen toen mensen uit hun midden naar Paulus hebben gestuurd om de vragen aan hem voor te leggen en de antwoorden mee terug te nemen naar de gemeente. En ze vertellen Paulus het verdrietige nieuws dat er verdeeldheid is gekomen in de gemeente. En dat kan zomaar gebeuren. Mensen gaan tegen elkaar opboksen. En de een zegt, nou, ik wou dat Petrus hier nog eens spreekte. Petrus, ik ben van hem. Dat is mijn man. En de ander zegt, nee joh, Apollos, die was zo vol van de geest en machtig in de schriften. Ik ben van Apollos. En een enkele, ik ben van Paulus. En dat is vreselijk, want dat tegen elkaar opboksen wordt het steeds erger. En zo dreigt de gemeente in delen uiteen te vallen. En dan schrijft Paulus de eerste brief aan Korinthe, vanuit Efeze. En als Paulus straks naar Macedonië gaat, wat Lucas beschrijft straks in hoofdstuk 20, vers 1 tot 6, stuurt hij een tweede brief naar Korinthe, terwijl hij op weg is naar hen. Maar nu nog even terug naar Efeze. Paulus bleef hier een bijzondere tijd. Nog nooit heeft Paulus zo lang op één en dezelfde plaats mogen werken. In Korinthe is hij 1,5 jaar geweest. Dat was al uniek, was ook nodig. En nu in Paulus en nu in Efeze al 2 jaar en 3 maanden en het zullen nog 3 jaren worden. Wat heeft hij een vrucht op zijn werk mogen zien? Na de verbranding van die occulte boeken stabiliseren de dingen zich. Er breekt een rustige en stabiele tijd aan. Nou, na alles wat hij heeft meegemaakt gunnen we hem dat van harte. Maar Paulus is niet op de wereld om een fijne tijd in de gemeente te hebben. Maar hij is op de wereld om de Heere te dienen. En het evangelie van Jezus Christus te verspreiden tot de einden van de aarde. Paulus legt deze tijd, waarin de dingen zich stabiliseren, anders uit. We lezen namelijk in vers 21. En als deze dingen volbracht waren, tot voltooiing kwamen, nam Paulus zich voor in de geest. Paulus neemt zich iets voor. Als deze dingen volbracht waren. Dat werkwoord heeft als grondbetekenis dat iets vol wordt. En dat kan van alles gelden. Je leest het van het huis. Als Maria Jezus met de nardes gezalfd heeft, het huis werd vol van die heerlijke geur. Je leest het van de tijd. Als de dagen van het Pinksterfeest vervuld werden. Maar het kan dus ook, zoals hier gezegd worden, van werkzaamheden. En het is heel frappant dat Lucas niet kiest voor de onvoltooid verleden tijd. Het gebeurde als Paulus de indruk begon te krijgen dat het werk wel af was. Nee, de aoristus die geeft aan, ineens is dat besef er. Het werk is af. En let goed op,
Het werk is in een gemeente nooit af. Het werk is af als de bezuin gaat. En ieder is toegebracht die eeuwig zal zijn bij het lam. Maar Paulus zegt dat van zijn werk als apostel. Het werk gaat door straks. Timotheus zal hier nog predikant zijn. Als Paulus in de gevangenis zit, heb je hem weer naar Efeze gestuurd. Johannes op hoge leeftijd zal hier nog arbeiden en preken. Dus dat werk is nooit af. Maar Paulus heeft een speciale opdracht. Namelijk om het fundament te leggen in de gemeente. En dan geen ander fundament dan Jezus Christus. En wat gebeurt er dan? Dus Paulus heeft ineens dat besef. En dan gebruikt hij opnieuw die tijdvorm om aan te geven dat Paulus dan direct iets doet. Wat doet hij? Hij neemt zich voor in de geest. En dan kunnen we dat woord geest zowel met een kleine letter vertalen als met een hoofdletter. Maar in het vervolg blijkt, het moet met een hoofdletter zijn. Het is de Heilige Geest. Paulus neemt zich iets voor in en voor het aangezicht van de geest. Wat is dat nou? Hoe weet je nu wat je moet doen? Dat is een vraag die we best allemaal kennen. Wat wil de Heere nou? Nou, misschien zit er hier nog wel een jongere die geslaagd is. Ja, zich heeft moeten inschrijven, maar nog niet weet. Heb ik de goede keus gemaakt? Wat wil de Heere nou dat ik met mijn leven ga doen? Ik weet eigenlijk niet goed welke vervolgopleiding ik moet kiezen. En dan gaat het natuurlijk niet om de vraag, als je daarmee behept bent, dan is het niet voor het aangezicht van de Heilige Geest, waar ga ik het meeste verdienen? Maar waar wil de Heere dat mijn leven nuttig zal zijn? Laat ik twee mogelijkheden noemen. Een schreeuwende behoefte is eraan onderwijzend personeel en leraren. Een schreeuwende behoefte aan mensen in de zorg. En dan heb ik het nog niet eens over dat in sommige kerken er ook een schreeuwende behoefte is aan predikanten. Wat moet je nou kiezen? Wel, hoe doet Paulus dat? Merk allereerst op dat Paulus met die vraag niet in een stoel gaat zitten om op een briefje te wachten. Dat zou je misschien graag willen hebben, een briefje, hè? Nou, daar heb ik maar kort plezier van, want even later komt de gedachte, liet de duvel die niet uit de dakgoot vallen. Dat geeft geen vrede. Paulus gaat niet in een stoel zitten. Paulus gaat ook niet lopen zuchten. Lucas beschrijft Paulus als degene die handelt. Paulus nam zich voor in de geest. Paulus neemt zich iets voor. Dat betekent, Paulus gebruikt zijn geheiligd verstand en is zich bewust dat hij verkeert voor het aangezicht van de Heilige Geest. Ik bevind mij in de nabijheid van de Heilige Geest. Hij legt zijn hart, zijn overwegingen open en bloot voor de geest op tafel. En dan weet hij, hier zit geen geestelijk zelfbelang bij. En zo neemt hij een besluit. Nou, maar even terug naar jouw vraag. De pabo, of toch verpleegkundige. Nou, het handelen van Paulus is heel leerzaam. Je moet niet gaan wachten op een briefje uit de hemel. Je moet de dingen zakelijk, geestelijk en geestelijk, zakelijk, helder voor Gods aangezicht neerleggen. En een beslissing nemen.
Waar ben je het meest geschikt voor? Met welke gaven heeft de Heer je het in het bijzonder toegerust? Je kunt het eventueel ook nog aan anderen vragen. Waar vind jij mij het meest geschikt voor? Voor onderwijzer, onderwijzeres of voor verpleegkundige? Dan moet je niet aan iedereen gaan vragen, want wie zijn horloge op iedere kerkklok gelijk zet, loopt nooit op tijd. Je moet het aan vragen aan iemand die je kent en van wie je ook weet dat hij de Heere vreest en geestelijk zakelijk denkt. En de Heer kan dat gebruiken om het tot helderheid te brengen. En dan mag je zeggen, ik heb niet gekozen waar heb ik de meeste vrije dagen. Ik heb niet gekozen waar kan ik het eerst promotie maken. Heere, u weet, ik heb gekozen waar kan ik het meest tot zegen zijn. En als je dat voorneemt, mag je vragen. Heer, ik geloof dat u dat bedoelt met mijn leven. Wilt u deuren dicht doen als ik me vergis, deuren openen? En welk besluit neemt Paulus? Nou, heel ordelijk vraagt hij zich af. Hij pakt zijn agenda bij notities. Welke to-do dingen staan er nog in? Waar heb ik nog een belofte gedaan? En dan is het voor hem helder. Allereerst ga ik naar Macedonië en Achaïe. En dan gaat het niet om nieuw zendingswerk, maar om even bezoeken te bezoeken de gemeente die hij gesticht heeft. En niet zomaar om nog eens gezellig op visite te gaan en nog eens een heerlijk moment te hebben. Nee, hij wil zijn taak in het oosten, voor u moet dat omkeren, in het oosten, daar is hij nou geweest, in Azië en in Griekenland. Die taak in het oosten, daar is het fundament gelegd, wil hij afronden. En dan naar het oosten gaan, om de handen vrij te hebben. Maar er staat in zijn agenda nog een belangrijk punt. Dat is het verzamelen van de collecte voor de gemeente van Jeruzalem. Straks zal ik dat even uitleggen waarom dat zo belangrijk is. En dan gaat hij eerst naar Macedonië. Dus hier heb je Azië en dan gaat hij dus naar Macedonië, dat is de noordkant daar. En dan naar Achaïe, dat is Athene. En Korinthe, dat is dus het echte Griekenland. Daar wil hij zijn taken afronden en de collecte ophalen. En tegelijk iemand uit de gemeente meenemen als getuige, want met geld moet je voorzichtig omgaan. Dat iedereen ook weet, Paulus heeft dat niet in eigen zak gestoken, maar wat wij hebben bijeengebracht, heeft hij bezorgd in Jeruzalem. Het gaat ook om snelle bezoeken. Om het even in onze tijd te zeggen, de Staten, dan ga ik naar de Veluwe en naar Zeeland. Eerst heeft Lucas beschreven, hij begint vanuit begint in Filippi, dan gaat hij, het wordt al die plaatsen die hij, waar hij een gemeente mag stichten apart genoemd. Nu wordt het in één keer genoemd om te laten zien de haast die er is, die Paulus heeft om die taak af te ronden. En dat wil hij dan uiteindelijk beëindigen in Korinthe en vanuit Korinthe weer met de boot overvaren en teruggaan en dan naar Jeruzalem. Hij heeft aan Korinthe in zijn eerste brief dat bezoek al aangekondigd. Ik kom de collecte ophalen voor de gemeente van Jeruzalem. Het is dus goed te volgen waarom hij zich in de geest dit eerst voorneemt. Dit heeft hij beloofd. Dit gaat hij eerst doen.
Dat geldt ook van zijn volgende agendapunt. Hierna, dat vloeit er eigenlijk logisch uit voor, ga ik die collecte in Jeruzalem bezorgen, naar Jeruzalem gaan. En dan als derde noemt hij. Dan ga ik eindelijk naar Rome. Nou, laten we die punten eens nalopen. Dus Paulus neemt geestelijk zakelijk en zakelijk geestelijk dit besluit. Hij heeft geen engel op bezoek gehad die hem een routekaart heeft overhandigd. Een reisschema, er is niks bijzonders gebeurd. Paulus heeft er wel zijn heldere geestelijke argumenten voor. Ik heb het beloofd, het moet gebeuren, nu moet het als eerste gebeuren. Ik ga afwerken wat ik beloofd heb. En als hij dat gedaan heeft, heb ik mijn handen vrij voor een nieuw arbeidsterrein. Wat is dat leerzaam, gemeente? Een christen werkt eerst ordelijk de dingen af die hij begonnen is, die hij beloofd heeft. En daarom gaat Paulus als eerste bij de gemeente Macedonië en Griekenland de collecte ophalen. Om die te bezorgen in Jeruzalem. Heeft, toen hij er eerder was, aan die gemeente al gevraagd om iedere eerste dag van de week iets voor dit doel apart te leggen. Zodat ze een aardig bedrag hebben als hij het komt ophalen. En dan gaan we naar het tweede. Dus dat geld bezorgen in Jeruzalem. Samen met een afvaardiging uit de heidengemeente. Maar waarom spant Paulus zich zo in voor de collecte in Rome, in Jeruzalem? Is dat een hobby van hem? Is dat voor de generale kas of zo? Nee. U kunt dat lezen in Galaten 2. Toen Paulus die ontmoeting had, naar de narigheid van de Judaïsten, die zeiden, Paulus, die maakt er maar een licht zooitje van. Hij besnijdt de mensen niet. Toen is er een conferentie, een synode geweest in Jeruzalem. En het einde was dat ze tegen Paulus zeiden, Paulus, blijf jij het evangelie prediken aan de heidenen zoals je het doet. Geen enkele restrictie, geen enkele voorwaarde aan dat evangelie verbinden dan alleen het geloof in Jezus Christus. Tot vergeving van je zonden, tot vernieuwing van je leven. Alleen, daar kwam iets achteraan, was geen addertje in het gras. Weet je wat er achteraan kwam? Paulus, wil jij dan als je bij de heidenen zo werkt geld inzamelen voor de gemeente, de arme gemeente van Jeruzalem. Er is veel armoede in Jeruzalem. Vooral vanwege het feit dat velen die zijn gaan geloven in Jezus Christus worden uitgespuugd door hun familie en door de Joodse gemeenschap. Want wij hebben de indruk, en dat is ook zo, het is een machtig wonder, 3000 op één dag. En dat gaat nog door. Maar op Pinksterfeest waren er 100.000 in Jeruzalem. Dus het is maar een paar procent. En de meerderheid is wettisch gebleven, wil van Jezus niets weten en spuwen degene die Christus aannemen uit. Dus de een is door zijn baas ontslagen. En de ander had een winkel, de kan die wel sluiten. Want zijn voormalige Joodse klanten, als ze al langs de winkel komen, dan spugen ze. Grote armoede. Veel geld zorgen. En daarnaast ook nog hongersnoden en rampen. Dus die Joodse christenen kunnen dat geld goed gebruiken in Jeruzalem. Maar het gaat niet zomaar om een diaconale collecte. Er zit tegelijk een diepe geestelijke band en inhoud achter. Het gaat de broeders in Jeruzalem en Paulus erom. Om de band
de geloofsband, de familieband tussen de gemeente van Jeruzalem en de gemeente van de heidenen. Want in Jeruzalem volgt men met argusogen de ontwikkelingen buiten Israël. Gaan die heidenen nu hun eigen spoor? Keren zij de joods-christelijke moedergemeente de rug toe? Wordt het eigenlijk een nieuw geloof? Of zijn ook zij kinderen van Abraham? En om die reden, dus door die collecte, is het een erkenning dat het geloof de zaligheid uit de Joden is, omdat Jezus een Jood is. En dat ze hetzelfde dierbare geloof ontvangen hebben. Als teken van dankbaarheid voor wat uit hun midden naar hen gekomen is. Nou, dat is de achtergrond van die collecte, die u in verschillende brieven tegenkomt. En als deze collecte nu bezorgd is, ligt er nog één belofte. Namelijk zo spoedig mogelijk de gemeente van Rome bezoeken. Lucas tekent dit Grieks op. Moet ik ook Rome zien? Dat is Paulus al meer dan eens van plan geweest. Dat schrijft hij, dus hij is nu in Macedonië en dan gaat hij naar Griekenland, het eigenlijke Griekenland, dan komt hij in Korinthe, vanuit Korinthe. Is een paar maanden geweest, schrijft hij een brief aan Rome, aan de christenen in Rome. En dan schrijft hij, ik heb jullie al lang willen bezoeken, maar tot nu toe ben ik verhinderd geweest. Nou, dat was bijvoorbeeld het geval de vorige keer, de eerste reis. Toen hij bij Thessalonica, er is het wat anders gelopen met die vijandschap. Maar toen was hij eigenlijk, hij was op de Rijksweg van de Rome, eigenlijk op weg naar het westen, naar het punt waar je overvaart vanuit Griekenland naar de laars van Italië en zo de Rijksweg kunt nemen naar Rome. Alleen, toen was hij in Korinthe. En daar waren Aquila en Priscilla. En die vertelden hem. Wie zijn jullie? Ja, Joden, christenen uit Rome. En wat doen jullie dan hier? Nou, de keizer heeft een bevel uitgevaardigd. Alle Joden Rome uit. Elke keer dat gezeur van hun godsdienst, Rome uit. Dus, dat ging niet. Maar straks, als hij vertrokken is uit Efeze, ik zeg, dan komt hij in Korinthe. Dan schrijft hij de brief aan de Romeinen. Wat lees ik dan in hoofdstuk 16, vers 3? Doe de hartelijke groeten aan Aquila en Priscilla. Dus die zijn dan weer terug in Rome. Paulus ervaart dat als een goddelijke opdracht. Ik moet Rome zien. En niet om daar het Colosseum te bezoeken, een vakantietour te houden, een paar dagen Rome doen, waar niks tegen is, maar dat is niet voor Paulus. Zien is een concrete aanduiding voor bezoeken. En het moeten, dat is het goddelijk moeten. Paulus voelt die drang en die drijf, het moet. En dat schrijft dan Paulus ook vanuit Korinth in die brief aan de Romeinen. Dan krijgen we nog meer indruk. Ik moet Rome zien. Ik wil niet bij jullie als apostel het werk doen om een gemeente te stichten. Daar is het fundament gelegd. Ik wil juist daar zijn waar het fundament niet is. Als ik bij jullie geweest ben, hoop ik dat jullie me ook zullen supporten. Want dan wil ik naar Spanje gaan. Paulus wil naar Spanje. Om nu in het Westen overal het evangelie te verbreiden. Dat zo de hele Romeinse wereld, dat daar de naam is uitgeroepen. Lucas vermeldt Spanje niet. Lucas vermeldt ook de collecte niet, een keertje terzijde.
Lucas is er alles aan gelegen voor Theophilus in Rome te laten zien. Hoe dat evangelie vanuit Jeruzalem het hart van het christendom terechtgekomen is in Rome. Het evangelie van de koning betuigt voor de keizer. Dat plan dat Paulus formuleert blijkt inderdaad de wil van de Heere te zijn. Het is werkelijk het programma voor het vervolg van de lijn van het boek Handelingen. Paulus gaat werkelijk naar Macedonië, Achaïe, om dan door de geest gedrongen terug te reizen naar Jeruzalem. Niet wat hij van plan was over zee, want dan hoort hij op tijd dat de Joden die ook naar Jeruzalem naar Pinksterfeest gaan van plan zijn, of naar Paasfeest, hem onderweg te doden en overboord te gooien. Dan gaat hij over land terug en zijn medewerkers gaan dan met het schip. Maar zijn focus ligt nu op Jeruzalem, op Caesarea en Rome. Paulus heeft zich niet vergist. Met het nemen van dat geestelijk-zakelijk besluit in de geest. Alleen de wijze waarop zal heel anders zijn. Hij zal in Jeruzalem gevangen genomen worden en als een geboeide via Caesarea in Rome terechtkomen. Dus zo is leven met de Heere. Geliefde, dat is leerzaam, zo is leven met de Heere. De dingen kunnen in het leven heel anders gaan dan dat wij dachten in de geestelijke besluitvorming. Dan wij dachten. En dan blijkt het toch de weg van de Heere te zijn. En dat hoeft, dat het anders gaat, geen straf te zijn. Het is voor Paulus geen straf. Het is ook dat hij anders naar Rome gaat dan hij dacht. Het is ook geen vereffening. Nog even de rekening voor vroeger toen hij de gemeente vervolgde en in de gevangenis wierp. Nee. Het is de route die de Heere met hem wil gaan. Als de Heere je heeft aangenomen in Christus. Kijk, er kunnen in je leven gevolgen blijven na je bekering. Als ik mijn gezin de wereld ingevoerd heb en zelf op mijn 50ste tot inkeer kom, dan draag ik die schuld mee, die last. Mijn kinderen krijg ik niet meer mee. Maar het is geen straf. Als de Heere vergeeft, dan vergeeft hij van harte. Paulus wordt niet gestraft voor vroeger. Al neemt hij het zelf mee. Ik ben de grootste van de zondaren, maar aan mij is barmhartigheid geschied. Paulus heeft zich niet vergist. Maar het kan heel anders gaan. Alleen als geboeide kan hij binnenkomen voor het aangezicht van de keizer. Als hij als vrijman naar Rome geweest was en had aangebeld, ik wil de keizer wel eens spreken, geen schijn van kans. Maar als geboeide die zich op de keizer beroept, wordt hij daar geplaatst. Wat is het wonderlijk. Paulus heeft zich niet vergist. Maar de invulling gaat heel anders. En ik hoop dat u me begrijpt wat ik zeg. Dat u het geestelijk verstaat. Ik heb mij nooit vergist in Gods belofte. Ik heb ze wel verkeerd ingevuld. Dat ik dacht, daar zal de Heere dit doen en dan gaat de Heere dat doen. En dat geeft niet. Daar zijn we mensen voor. Maar God vervult zijn belofte. Op zijn manier, denken Abraham en Sara, door de dood der onmogelijkheid heen. Maar geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Zeremond. En verblijd u daarin.
Nou, nog enkele woorden over de tweede gedachte. Hij laat Paulus twee van zijn dienaren vooruitzenden. Paulus neemt dus die beslissing. Hij begint direct met de uitvoering. Hij stuurt vast twee van zijn mensen vooruit naar Macedonië. De tijd moet goed gebruikt worden. Dan kunnen zij de gemeente vast voorbereiden dat hij eraan komt. En dat als ze nog een extra collecte willen houden, kunnen ze dat doen. Gelijk handelen. Ik vind dat heel treffend, gemeente. Dat is... Paulus houdt heel veel van Timotheus. Hij is erg aan hem verknocht. En Paulus ervaart Timotheus als een geestelijke zoon. Zijn eigen geestelijke zoon. En toch, hè, het zou zo menselijk zijn om hem altijd erbij in de buurt te houden. Ik vond het wel erg als er een fijn gezin uit de gemeente ging verhuizen naar een andere gemeente. Ik zou ze allemaal bij me willen houden. Paulus wil ze niet bij zich houden. Hij denkt met alles wat is tot eer van de Here. En zo heeft hij eerst Timotheus naar Korinthe gestuurd, toen de delegatie terugging met zijn brief. En toen heeft hij gezegd, stuur Timotheus weer snel terug. En Timotheus is dus weer teruggekomen naar Efeze. En nu stuurt hij hem weer weg. En Paulus noemt de mensen die bij hem zijn, die hem dienen. Ze nemen allerlei werk uit handen, zodat hij zich kan wijden aan de verkondiging van het evangelie. Ze dienen niet Paulus, ze dienen de Here. En zo zet Paulus ze ook in. En zo stuurt hij nu Timotheus, van wie hij zoveel houdt. Het is pas als zijn dood nadert dat hij de tweede brief stuurt. Kom gauw, jongen. Probeer voor de winter aanbreekt, voordat de scheepvaart wordt platgelegd, naar me toe te komen. Men is nog niet egoïstisch menselijk. Dan is het om hem nog een instructie te geven, om straks zijn werk voor te zetten. Wat een machtig geheim. Maar let erop, hij stuurt ze met z'n tweeën, hè? Timotheus en Erastus. Dat heeft hij van de Heer Jezus, die stuurde ze twee aan twee. Twee mannen, waarom? Naar probleem gevallen. Waarom? Ze kunnen elkaar bewaren tegen slapheid en meepraten als er een kritisch dominant figuur tegenover hen zit. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Nee, ze moeten vrijmoedig het woord laten klinken. Om elkaar aan te moedigen, om vrijmoedig Gods woord te spreken. En ze zijn elkaars getuigen bij valse beschuldigingen. En bij verantwoording aan de andere broeders zijn ze met z'n tweeën. De een kan de ander aanvullen en zo versterken. Timotheus en Erastus gaan samen op reis naar de gemeente die Paulus gesticht heeft. En dan nu even vers 23, hoort eigenlijk niet bij de tekst. Voor mezelf ben ik met vervolgstof, met handelingen bezig. Dus dat hoop ik in de volgende preek te behandelen. Maar in deze preek even. Maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Er gebeurt iets, wat, ik weet niet. Volgende deel, pericoop, wordt er iets van zichtbaar. Maar Paulus kan dus zelf nog niet weg. Het resultaat is, op slot van vers 22, zelf nog een tijd lang in Azië blijft. Hij kan niet weg. Zijn er bepaalde zorgen? Ik weet het allemaal niet. Het zou van alles kunnen zijn. En dan geen geringe opschudding. Je zou zeggen, Paulus, was nou maar direct vertrokken. Dan had je die narigheid niet mee hoeven te maken. Ja, zo redeneren wij menselijk. Dat is vanuit het carrière denken. Ik heb ook dominees horen zeggen, als ik dat geweten had, het is een vreselijke gemeente. Als ik dat geweten was, was ik er nooit naartoe gegaan.
Dan kijk ik hem stil aan en ik zeg, vriend, waar is dan die roeping waar toen je over schreef in de kerkbode? Paulus leeft uit een ander geheim. Die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. De hemelse Vader heeft hier zijn bedoeling mee. En als je nou het afscheid van de ouderlingen erbij legt, dat er moeilijke tijden komen, dit heeft moeten gebeuren. Met Paulus, opdat de broeders een voorbeeld krijgen. Hoe je moet staan in de verdrukking. Ook die vaderlijke voorzienigheid van God is zo'n troostbron. Niet dat je het altijd begrijpt. Nee, maar wat God doet, dat is wel gedaan. Let op, dat is geloven. Want we kunnen heerlijk zingen, wat God doet is wel gedaan. Maar als je vrouw plotseling overlijdt zonder wie je niks bent. Wat God doet is wel gedaan. Je man nog zo jong en in zo'n korte tijd weg. Wat God doet is wel gedaan. Bij het kistje van je kindje in de moederschoot overleden of vlak na de geboorte. Bij de kist van je kind. Wat God doet is wel gedaan. Ja, al komt dat het er snikkend uit. Al komt het dan snikkend uit. En mag je ook nog vragen, vader, kon het niet anders? Dat vraag je dan als een kind aan vader, dat mag, dat mag. Maar toch, wat God doet is wel gedaan. Al is het snikkend. Maar weet u wat er wel voor nodig is? Dat is dat je een kind van God bent. En dan niet de nadruk op een kind van God. Maar dat God je vader is. En dat je weet. Al kun je vader niet narekenen. Vader is goed. Oneindig goed. Dan mag je bij die kist ook zeggen, vader, ik begrijp u niet. Maar ik kan geen kwaad woord van u zeggen. Nou, zo mag Paulus leven. En Paulus schrijft, dat is ook de prediking van Paulus. Geliefde, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan. Daarom is er elke keer weer iets anders. Waarom is nou nooit eens een tijdje rustig? De weg van het evangelie gaat door moeite en beproevingen heen. En dan zijn we vroeger, als iemand tot geloof kwam, welkom in de strijd. En als je op de toppen leeft van je eerste avondmaalsviering, lijkt dat zo vreemd. Dan lijkt dat soms vreemd. Maar je komt erachter. Strijd. Een strijd met dat vervloekte vlees van me. Oh God, wanneer ben ik eens van mezelf af? Van die vervloekte Satan die naar je keel en alle gemene dingen, iedere situatie alleen maar omkeert. En soms dat ongeloof, dat er zo'n duveltje opkomt. Die God liefhebben, werken alle dingen mee ten goede. Het is waar. Voor je eigen oefening. Voor je eigen wortelen in de genadige belofte. Ze drijven je het woord in. En later, de eerste christengemeente, mooi voorbeeld. Ze hebben pracht, ze hebben een hoogtij. Wat een zegeningen, wat een zegeningen, wat een liefde. Wat een liefde, wat een bijzonderheden. Zo mag het wel altijd blijven. En wat gebeurt er? Vervolgingen. En de christenen vluchten, o God, waarom? Nou, zo verspreidt het evangelie zich. Jezus had gezegd, beginnende van Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de einde van de wereld. Maar als je zo fijn hebt, dan blijf je zitten.
die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. Onschatbare waarde. Dat betekent niet dat het meevalt. Want Paulus schrijft later in zijn brief, of in hoofdstuk 15 aan de gemeente van Korinthe. Dan trekt hij in vers 32 dit hele betoog over de opstanding deze lijn. Vers 32, hij zegt, als ik naar de mens gesproken, dus als er geen opstanding zou zijn, hè, zegt hij, als ik naar de mens gesproken tegen de wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft het dan voor mij? Als de doden niet opgewekt worden, nou laten we dan maar eten, drinken, vrolijk zijn, morgen sterven wij. Maar nu, Christus is opgestaan. Wilde dieren, maar dat was niet dat circus Tony Boltini, dat er een paar ontsnapt waren. Dat zijn misschien de Joden geweest die hem zo haten dat ze hem verscheuren wilden. Grote vijandschap. En in zijn tweede brief aan in Korinthe opent hij met de zin: wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Dat wij ontzettend zware te verduren hebben gehad. Boven ons vermogen, zelfs dat we twijfelden aan ons leven. Het is dus heftig geweest. Ja, de voortgang van het evangelie gaat in het Nieuwe Testament langs een pad, bezaaid met obstakels en moeilijkheden. Wij moeten door moeilijkheden het koninkrijk van God binnengaan. En soms na een periode van zegen en vrede kan er ineens een uitbarsting zijn. Gisteren was er nog niks en vandaag ligt het op je maag. De Satan bouwt zijn kapel. Dat geldt iedere gelovige persoonlijk. Wat is het rijk? Dat het geloof dat God werkt een vast en zeker weten is. Zoals Calvijn formuleert van Gods benevolentia. Dat God het goede met je wil. Als jij het niet bekijken kunt. Dan mag je zelfs in de beproeving weten. Hij doet het niet om te plagen. Maar omdat het goed voor me is. En zo word je geoefend. En was je ook op in de wetenschap. Die God liefhebben. Werken alle dingen mee ten goede. En de uitkomst van alles zal steeds weer zijn: mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Eén vraag. Zegt u terugdenkend aan heel uw leven met mij van harte? Ja, dat is zo. Amen, zeg ik. Amen.